Hallo, hallo. Wat we gaan doen vandaag? Nou, we gaan zo meteen lekker beginnen in kas. We gaan lekker een simmetje maken. Ja, eigenlijk doe ik altijd eerst dit. Totdat ik denk, oh, dat is wel leuk om mee te beginnen. Oeh, ik vind haar gezicht wel leuk. We gaan met haar beginnen. Ah, het gezichtje. Ik vind dit gezichtje wel leuk. Qua ogen wil ik haar wel deze vind ik bijvoorbeeld heel tof. Ik zat ook te denken aan een niet-natuurlijke oogkleur, zoals roze of rood. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Van die lippen vind ik van de voorkant mooi en van de zijkant is het zo plat. Ik weet niet. Even kijken of we toch nog andere lippen kunnen vinden. Misschien moet ik even van de zijkant ook kijken. Weer heel erg naar voren. Die zijn ook al zo plat. Wat is leuk, wat is leuk. Ja, ik wil er wel een leuke sim van maken. Dus ik ga wel echt mijn best doen op deze sim. En deze is dan weer zo uitgestoken. Ik denk dat ik dit doe. Dat is een beetje ertussenin. Nou, dit vind ik zowel leuk van de zijkant als de voorkant. Neus vind ik eigenlijk wel al leuk zo. Ik zou er wel denk ik een klein wipneusje van willen maken. Maar niet al te groot. Kijk, heel klein beetje zo. Ik vind het wel een schattig neusje. Ogen wil ik wel even mee spelen. Dat vind ik altijd leuk. Dit vind ik irritant, hè? Als je die rode, dus zie je van die rode lijntjes hier dat je gewoon weet, oh, ik heb het maximum gehaald. Hij wil niet meer verder. Broetjes wil ik ook geven. Die. Die. We doen wel die. Ik denk dat dit wel een leuk gezichtje is. Dintje vindt het er een beetje apart uitzien op een of andere manier. Ja, maar nu is het ook nog een kaal hoofd, hè? Ik begin vaak zo met een sim en dan ga ik er nu ook kijken voor een kapsel. En ik heb geen idee wat. Kijk. Die niet. Geen idee wat voor kapsel ik erop zou willen zetten. Ik vind deze aan de ene kant heel cool. Maar dit plukje hier vind ik altijd een beetje apart. Ik ga gewoon een beetje langs de kapsels. En kijken waarvan ik denk, oh, die staat echt leuk bij het gezicht. Soms heb je van die kapsels dat je gewoon weet, ja, deze. Dit is natuurlijk allemaal basisspel. Kijk, nu komen we bij de pakketten. Ik moet toch wel zeggen dat ik vooral vaak kapsels uit de pakketten pak. Mijn staart in. Zou ook nog kunnen. Ik denk dat los leuker is. Deze vind ik heel leuk. Krullen kan leuk zijn. Oeh, dit is ook leuk. Kan ik wel gebruiken voor een van die andere outfit-categorieën die we nog hebben. Ja, ik heb ook niet echt een bepaald doel voor ogen. Dat maakt het lastig. Ja, ik wil nu gewoon een leuke sim maken. Oeh, dit staat er ook heel goed. Die ga ik voor zwemkleding gebruiken, denk ik. Deze vind ik van voor heel leuk. Van achter heel lang. Oeh. Ik heb dit vroeger gehad, hè, in mijn haar. Van die veertjes was toen helemaal in. Deze vind ik ook leuk. Die zou op zich wel kunnen, omdat het ingestoken is. Dus dan kan je ook langer haar nemen. En dan deze bijvoorbeeld voor een van de andere kapsels doen. Ik denk dat dit bijvoorbeeld heel leuk kan zijn voor formeel. Dat je echt van die plukjes krult en er dan een mooi knotje van maakt. Nee, ik ga niet voor Star Wars kapsel, denk ik. Ik ga voor deze. Die vind ik er heel leuk staan. Waarom is dit hier? Is dit meer roze-rood en hier is het meer rood? Is dat een foutje of was dat altijd al zo? Oké, we gaan kijken voor een outfit. Ik kan altijd even hier doorheen kijken. Want dit soort dingen is bijvoorbeeld leuk. Voor winter. Koud weer. Deze vind ik ook heel leuk. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ik heb ook nog geen idee wat voor karakter. Dat maakt het denk ik ook lastig. Dat ik niet kan zien van, hey, wat voor karakter zou ik deze sim geven? Deze vind ik ook altijd wel leuk. Dit is ook leuk. Maar dan zou ik hem ook eerder geven aan, hoe heet het? Een koud weer categorie. Dit is ook een leuk jurkje. Zal ik haar gewoon twee alledaagse outfits geven? Streepjes vind ik denk ik wat minder. We hebben ook plain dingetjes. Maar ik heb vroeger zo'n soort jurkje gehad. Dus ik zou het denk ik ook wel leuk vinden om haar dan nu deze te geven. Ja, zullen we haar platte schoentjes geven? Of zullen we haar hakjes? Oh, deze komen wel met rood. Kunnen haar ook misschien leuke laarsjes geven van die kleintjes. Dit soort laarsjes. Oeh, dat vind ik ook leuk. Of deze. Kieskeurig. Ja. Ik vind wel de tatoeages van studentenleven zo leuk. Ik wil daar wel iets van pakken. Oh, we hebben ook nog aan deze kant ook nog een andere soort bloem. En twee random pijltjes, want waarom niet? ik denk dan dat ik voor die bloem ga. Maar die is weer anders dan die, lijkt het. Dat vind ik lastig, want je hebt dus een aantal bloementatoes erin zitten. Maar het is weer niet heel erg dezelfde stijl. En nou, dan hoeft dat niet per se, want er zijn natuurlijk mensen die tatoeages hebben met allerlei verschillende soorten stijlen. Ja, ik vind het toch lastig hoor. Gaan we daar voor het zonnetje doen we die bloem weg. Want dan vind ik het leuker om dan eentje op de andere arm te doen. En dan gaan we voor die, want die vind ik wel heel leuk bij dat zonnetje staan. Deze vind ik wel heel leuk. Oh, ik wil die ene broek. En dan gaan we kijken, die broek van Magie. Is rijk. Deze. Dit vind ik een hele leuke broek. We kunnen hem in zwart doen. Het grijs is leuk. We kunnen ook iets met streepjes doen. Ik denk dat ik de grijs wel leuk vind. En dan wil ik even kijken voor iets wat hier leuk bovenbij staat. Paars. Oh, dit vind ik er serieus heel leuk staan. Ik wou voor de gein gewoon even paars aanklikken, maar ik vind dit leuk. We gaan deze gewoon doen. Zal ik hier dan die andere schoenen onder doen? Deze. Of is het dan leuk om juist bij deze platte schoenen te geven? Want deze komen niet met paars, maar een beetje rospaarsig-achtig. Ik vind dit leuk. Ik vind dit echt een leuke outfit.
Als ik een sim heb gemaakt waarvan ik denk, oh, alles staat er goed. Daar ben ik echt blij mee met dat soort sims. Doe wat leuke armbandjes om hier. En ik wil haar een ketting geven. Nou, dat vind ik heel erg opzichtig opeens. Deze vind ik ook heel leuk, hè, met het sleuteltje. Ik denk dat ik die doe. Ik vind dit een leuke sim, jongens. Oké, we hebben twee outfits voor haar. We hebben dus deze, alledaags 2 en alledaags 1. En dan vind ik het eigenlijk jammer. Hier had ik haar nog wel een leuke haarband willen geven of zo. Of zo'n stoffen doek. En dat heb je niet bij hoofd. Je hebt alleen maar hoeden en mutsen en petten. Maar je hebt eigenlijk niet leuke, van die leuke kleine geetjes om er nog bij te doen bij een kapsel. Formeel. Oh jeetje. Nee. Ik wil hier dat andere kapsel. Dat opgestoken ecologisch leven kapsel met die krulletjes. Ik vind het wel altijd leuk om met meerdere outfitcategorieën ook wat andere kapsels te doen. Want ik heb ook niet elke dag mijn haar los. Of elke dag mijn haar in een staart. Of elke dag mijn haar in een vlecht. Oeh, die is wel heel cool met haar ogen. Ik moet hier niet gewoon niet zo lang over doen. We gaan wel gewoon voor die. Hoppatee. Groenen eronder. Komen nog in blauw ook. Hoppatee. Oké, sportief. Dat vind ik ook wel leuk. Deze heeft namelijk hartjes. Ja, we gaan voor die. Dit kan, maar dat is dan wel weer heel grauw, hè? En dan ook gewoon een gekleurde broek onder doen. Wat hebben ze, kleine voetjes of lijkt dat gewoon door de schoenkeuze? Nee, zie, hè? Kom op, IE. Gewoon deze geven dan? Ja. Oké, ik zou deze nog gebruiken. Oeh, perfect, want die matcht met de broek. Ja, we gaan voor die slaapkleding. Ik moet zeggen, eigenlijk die trui vind ik niet zo'n heel slecht idee. Die houden we. Zet ik die eronder. En die sloffen houden we eigenlijk ook wel. Maar dan mag die wel leuk matchen. Hoppatee, roze sloffen. Dit is toch schattig dit. Ja, die kleur staat er echt heel goed. Daarom dacht ik ook met die trui. En dit is ook toch heerlijk in de winter dat je zo lekker zo'n warme trui aan hebt. Lekker cozy voor de winter, ja. Feestkleding. Heel veel roze. Waarom zo heftig? Dit is volgens mij de eerste outfit die ik mijn Sims zelfje heb gegeven. Toen ik begon met de Sims. Oh ja, deze vind ik ook zo schattig altijd, hè? En het staat haar ook. Laten we deze doen. Nou, jullie vonden dat die kleur haar goed stond. Dus van, dan gaan we wel voor de kleur, maar een andere jurk. Dit vind ik wel schattig. Gaan we een keer voor de witte. Zwemkleding. Dan hebben we hier iets. Ik vind deze heel leuk. Weer, gaan we weer voor die kleur? Oeh, die vind ik ook leuk. Gaan we wel voor die kleur. Dit vind ik ook echt typisch kapsel. Dat als je zeg maar je bed, of je bed, het zwembad uitkomt. Dat je dan zo doet. En dat het dan ook zo zit. Ik wil haar hier wel die rok geven van studentenleven. Die. Ik vind dat zo'n leuk ding. Weg met die lelijke schoenen. Oeh, groen kan ook een keertje. Dat hebben we ook nog niet heel veel gehad. En het past perfect bij de tatoeage. Nog één outfit. En dan is ze klaar. Een koud weer outfit. Hier wil ik er ook eigenlijk 2 geven. Zo'n leuk. Dit vind ik dan leuk voor binnen. Als ze gewoon thuis is, zeg maar. Ja. En dan wil ik er nog een 2e. En dat is dus eentje met een jas aan. Ja, ik ga denk ik voor deze jas. Die blauwe. En dan pak ik die broek die we bij de alledaagse outfit de nummer 2 hebben. Deze is ook zo leuk, hè? Ja, ik ga nu mijn ding doen. Dit doe ik wel vaker bij Sims namelijk. Ik zal het zo laten zien wat ik bedoel. En we hadden de grijze. En hier gaan we wel wat leuke. Wat had ik? Ja, ik had daar ballerina's. Hier moeten we wel echt laarzen hebben, denk ik. Ja, zo. We gaan voor dit. Oké, en de reden dat ik dus... Dit is wat ik dus soms doe. Want nu heb je dus alledaags 2 met die broek. En nou lijkt het dus net alsof ze dit jasje heeft uitgedaan. Die schoen heeft uitgedaan. En dat ze dan andere schoenen heeft aangedaan en een jas eroverheen. Alleen dan klopt de coltrui niet helemaal. Ik vind het dan leuk om dat af en toe, ik doe dat niet altijd, maar dan af en toe te doen bij outfits, zeg maar, bij winteroutfits. Dat ik dan kijk, wat heb ik bij alledaags gekozen voor broek? Dat het echt lijkt alsof ze zich ook echt omkleedt. Kijk, als je net zegt, dat probeer ik ook heel vaak, ja. En net als met kapsels kiezen, dan probeer ik ook op te letten dat het een beetje dezelfde lengte is, dezelfde slag erin en dat soort dingen. Dat het realistisch kan zijn. En niet dat ze bij de ene formeel opeens kort pittig kapsel heeft en dan bij zwemkleding heel lang. Deze sim heeft een naam nodig en eigenschappen. Romantisch. Ja, wat voor eigenschappen ga ik erbij doen? Op familie gericht. Oh, nieuw boe. En dit te denken aan extravert. Ja, maak maar een sprongetje. Ik denk dat ik wel blijf bij extravert. Een doel. Nou is gezin heel leuk. Superouder. En verder hadden we nog een groot blij gezin. Die is ook leuk. Kan natuurlijk altijd nog veranderen. Op zich maakt het niet uit als ik toch in deze categorie zit. Maar je hebt toch dezelfde huiselijke doel. En ik denk dat huiselijk wel een leuke is die ik erbij wil hebben. De naam heb ik ook al bedacht. Want deze sim is er met een speciale reden. Deze sim heet Moeder Aarde. Ik ga namelijk eindelijk beginnen met de 100 baby challenge. Er gaan dus 100 kinderen komen. Vandaar Moeder Aarde. De achternaam Aarde is ook expres. Omdat alle 100 kinderen een topografische naam gaan krijgen. Afrika Aarde, België Aarde, Canada Aarde, dat soort dingen.
Ik zie echt allemaal leuke reacties in de chat. Ja, ik ga de stressvolle challenge aan. Ik moet wel zeggen, ik heb de 7 peuter challenge gedaan. Dat ging me aardig goed af. Als in, ik heb de challenge uiteindelijk gehaald met alle 7 originele peuters. Het ging me niet aardig goed af als in, ik heb er ontzettend van genoten of zo. Ik ga de 100 baby challenge doen met moeder aarde. Dat wordt dus zeg maar de moeder die de eerste generatie aan kinderen gaat lopen baren. Dus ik hoop dat jullie het een leuke sim vinden. Want ja, deze genen gaan we natuurlijk aan heel veel kinderen meegeven. Onze sim voor de baby challenge.